Dames en heren, opnieuw goedemorgen. Wordt de Scientology-kerk vandaag verboden in Frankrijk? De rechter doet uitspraak in een omvangrijke oplichtingszaak tegen de leiders van de Franse tak van Scientology. Contact met Roger Strijland, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent in Parijs. Waar worden de leiders van die Franse Scientology-tak van verdacht? Je noemde het woord al oplichterij. De Scientology wordt vervolgd wegens oplichterij. In de aanklacht staat namelijk dat de kerk gebruik maakt van methoden waarvan de wetenschappelijke aard niet is bewezen. Dat wil zeggen identiteitstesten, vitamine en wat zij noemen elektrometers. Daarmee menen ze de variaties in de geestestoestand waar te nemen. Nou, dat kost allemaal handenvol geld. Maar justitie vraagt zich dus af of dat allemaal wel goed werkt en of het geen geldklopperij is. Ja, de zaak is aanhanger gemaakt door een tamelijk ongelukkige mevrouw die ooit uit de metro stapte, toen tegen een lid van de Scientology aanliep en vervolgens helemaal is leeggeschud financieel. Daar komt het op neer, hè? Daar komt het op neer. En die mevrouw is nou juist het voorbeeld geweest die deze hele zaak aan het aanhangig heeft gemaakt. En die ontzettend veel geld heeft moeten betalen. Bijvoorbeeld voor die elektrometer, waarvan wordt gezegd dat die maar €750 kost in de winkel. Maar zij hem voor €5000 had moeten kopen. Juist. Nou wil de Franse regering die Scientology-kerk al heel lang verbieden. Waarom zijn ze daar zo happig op? Nou ja, de Scientology is een doorn in het oog hier voor veel politici. Het gaat ervan uit in Frankrijk, politie in ieder geval, dat het een secte is. En Frankrijk heeft daarom in het verleden al juridische procedures aangespannen, maar ook vaak verloren. Want ja, het blijkt toch in de praktijk heel erg lastig te zijn om aan te tonen dat het een secte is. Ja. En het is bijvoorbeeld ook heel erg moeilijk om getuigen te vinden. Veel mensen die uitgetreden zijn, die durven dat niet. Dus het OM heeft het deze keer heel anders aangepakt, gooit het over een andere boeg en vervolgt de Scientology dus voor oplichterij. En probeert niet langer te bewijzen dat het een secte is. Roger Strijland vanuit Parijs, dankjewel. Hier aan tafel Caspar de Rijck, jarenlang de leider van de Scientology-kerk in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het een secte? Nou, een secte is iets wat afgescheiden is. Hè? Nou, het is zeker afgescheiden, want ik ben bijvoorbeeld leider geweest van Scientology in Nederland destijds. Ja. En ik ben later in 2003 eruit gestapt. Ja. Maar ik ben ook een nieuwe organisatie begonnen, of tenminste deel geworden van de zogeheten vrije zone. Ja. Nou, de vrije zone, dat betekent al, dat is al per definitie iets wat afgescheiden is. Als er een vrije zone nodig is, dan heb je dus een secte. Dus het antwoord is ja, het is een secte. U hebt dochters die nog altijd in die Scientology-kerk zitten. Precies. Hebt u contact met ze? Geen contact. En dat is ook weer een bewijs van een secte. Dus het is afgescheiden. Toen u die Scientology-kerk verliet, ging dat zomaar makkelijk? Of bent u gevolgd ook door die mensen? Ik ben gevolgd door die mensen, maar dat is niet zo speciaal. Ik bedoel, het feit dat mijn dochters, dat ik daar geen contact mee kon krijgen, dat is het belangrijkste. Ik ben niet echt vervolgd of zo. Nee, maar ik begrijp wel dat er sprake is van een eigen inlichtingendienst of zoiets dergelijks, toch? Kennelijk wel, maar daar heb ik verder weinig over te zeggen. Hebt u er iets van gemerkt? Ik heb er weinig interesse in. Ik heb er heel weinig van gemerkt. Hè. Ik heb gehoord van andere verhalen, maar zelf, nee. Even naar de aantijgingen in Frankrijk. Namelijk mensen, kwetsbare mensen, worden binnengesleept, als je het zo mag formuleren. Mm-hmm. Worden vervolgens onder een enorme druk gezet om hele dure apparatuur te kopen. Zo'n elektrometer. Moeten ze €5000 voor neerleggen, terwijl dat ding voor een paar honderd euro, 750, zei Roger, in de winkel te koop is. Mm-hmm. Wat is dat eigenlijk, een elektrometer? Wat doet dat ding? Een elektrometer dat meet dus gewoon de weerstand en de mentale reacties. Maar inderdaad, ik weet dus dat er in de winkel te koop, in de vrije zone, zo geheten, is er dus voor een tiende van de prijs. Maar wat doet zo'n meter? Dat geldt voor andere dingen, dat die tiende van de prijs zijn, de services van de Scientology-kerk en de services in de vrije zone. Zoals bijvoorbeeld wat wij doen, de spiritologie en metapsychologie en weet ik wat al niet meer. Wat allemaal andere namen heeft. Dat bewijst ook weer dat het niet, ze kunnen de naam Scientology niet gebruiken. Ja. Dus als je bijvoorbeeld spiritologie hebt, wat een van de vrije zone dingen is, dan, ja, dan moet je op een gegeven moment, dan kun je dat woord Scientology niet gebruiken. Nee, maar even los van de vrije zone en Scientology, wat doet een elektrometer? Wat een elektrometer doet, is eigenlijk het is gewoon een weerstandsmeter. Ja. En het meet dus het gaat een circuit door het lichaam en meet mentale reacties. Dus het is eigenlijk, het wordt gebruikt als een soort van leugendetector of je jezelf wel helemaal blootgeeft, hè? Want dat is toch de bedoeling? Leugendetector is niet helemaal het woord, maar dat wordt wel gezegd. Het meet gewoon mentale gedachten. Bijvoorbeeld, die geven dus reacties op die meter. De basis van de hele gedachte achter die Scientology-kerk is dat wij afstammen van aliens, hè? Dat is een van de geloofspunten.
Geloof van de Scientology. Maar dat is niet essentieel. Kijk, er zijn veel essentiëler punten waar Hubbard, eigenlijk de oorspronkelijke Hubbard, het over had. Dat is de grondlegger van de hele gedachte. Daarom ben ik er ook uitgestapt. Want ik geloof in bepaalde van die grondprincipes van Hubbard. Ja. Kijk, daar ben ik gewoon een voorstander. Daar sta ik ook achter. Ja. Maar waar ik niet achter sta, is die secte en die kerk. Daarom hebben we dus die vrije zone. Ja. Maar dus mensen, ik vind het gewoon stom, die twee mensen die nou de aanklager zijn. Ja. Dat die dus 20.000, 30.000 euro geïnvesteerd hebben. Ze zijn gewoon niet geïnformeerd. Als ze op het internet gekeken hadden, hadden ze gevonden dat er zoiets als vrije zone is, waar je dan... Ja, maar goed, het zijn kwetsbare mensen en die worden kennelijk toch verleid om in zo'n organisatie te gaan. Hebt u zich ook schuldig gemaakt eigenlijk aan dat geld afhandig maken? Ik vind die mensen niet echt... Als je informeert, ik vind dat de overheid, als ze al iets doen wat betreft justitie, moeten ze die Scientology-kerk verplichten om informatie te geven over de vrije zone. Hebt u zich ooit ook schuldig gemaakt aan het leegkloppen financieel van mensen? Ik ben deel gehad van die organisatie, dus Antwoord ja. Antwoord ja. Zou het ook niet in Nederland moeten worden verboden? Maar leegkloppen is gewoon als je dus gewoon valse beloften doet. Ik heb gewoon gezegd van nou, je hebt deze services, eigen risico. Ja. Kijk, dat zijn ook de meeste. Bijvoorbeeld een van die mensen die is een oud collega van mij. Ja. Ja, ik weet zeker, die is precies hetzelfde. Zou de kerk in Nederland ook moeten worden verboden, de Scientology-kerk, vindt u? Ik vind het niet nodig om de kerk te verbieden, want die kerk loopt al leeg. De statistieken in maart is er die Marty Redburn. Die heeft al hele grote uitspraken gedaan. Dat is een van de naaste medewerkers van de topman van de kerk. Ja. En die heeft al heel duidelijk gezegd dat de statistieken vervalst werden. Dat is een heel ander verhaal. Met andere woorden, het sterft vanzelf al langzamer. Ja, het sterft vanzelf uit. En daar gaat de vrije zone, daarom zeg ik die vrije zone, dat moet bekend worden. En er is bijvoorbeeld een hoofdstuk van een boek van spiritologie. Ja. En dat heet Spiritologie is niet Scientology. En het woord spiritologie wordt natuurlijk met nadruk gebruikt omdat het iets anders is. En dat hoofdstuk, dat kun je dus bijvoorbeeld op www.spiritologie.eu. Ja. Nou, daar kun je dus gewoon precies nalezen wat de achtergrond is en waarom die kerk niet verboden hoeft te worden. Goed. Want ze lopen al leeg. Ze lopen leeg. Je bent gewoon een idioot als je gewoon 1 cent betaalt in die kerk. Ja, toch hebt u dat ook in het verleden gedaan. Ik dank u wel voor uw komst. Ja. Gaan wij naar de kranten. In alle kranten deze morgen aandacht voor de achterban van...